De jongen speelde toch goed en ja, het was zonde. Niet mijn dag. Ja, deze jongen speelt gewoon een stukje sneller, een stukje beter, een stuk fitter. Eigenlijk alles gewoon een paar stappen beter. Het niveauverschil met Oscar Otte is dus nog te groot. De Duitser staat op plek 140 van de ranglijst, zelfs op 690. Alles moet beter, alles kan beter. En hij, ja, hij is daar al. En ik ben hard aan het werk om daar te komen. Het toernooi zit er dan wel al snel op voor de Alphenaar. Toch vindt hij het fijn om weer een thuiswedstrijd te mogen spelen. Ja, heerlijk. Familie, vrienden, heel veel mensen van de club die ik ken. Topclub natuurlijk, prachtig. En daar kom je graag terug. En ik hoop hier zo snel mogelijk in het hoofdtoernooi te staan. Het is en leuk omdat hij van deze club vandaan komt. En belangrijk, denk ik, zodat we de Nederlandse tennis een stap voorwaarts kunnen helpen op de wereldranglijst. Jelle Sels is nu sinds 2013 bezig als proftennisser. Hij kent tot nu toe een goed jaar en ziet zijn toekomst positief. Ik ben gewoon goed op weg, ja, een goed team. Ik heb er zin in eigenlijk. Het jaar is nog lang niet afgelopen en we gaan zien waar ik eindig. En het voelt goed en ik voel me fit. Ik heb er zin in.